Hallo kids, hier ben ik weer, Jok, met een tof beroep van de maand. Ik sta hier voor het mediacentrum en heb een gesprek met Maud Schone, een modefotografe, die in de fotostudio hier bij Da Vinci er misschien al zal zijn. Ik ga eens binnenkijken hoor, of ze er al is. Hallo Maud, dat is lang geleden. Ken je me nog? Ja, natuurlijk Jok. We hadden lang geleden een celavontuur. Ja, dat was best spannend toen. Maar nu wil ik je vragen stellen over je beroep. Daar ben ik best nieuwsgierig naar hoor. Je was toch een modefotografe? Ja, klopt. Stel je vragen maar. Oké. Hoe lang ben je al modefotografe? Ik ben eigenlijk heel lang geleden begonnen. Al toen ik 14 was of zo speelde ik met de Barbies en dan fotografeerde ik hun. Speelde ik als America's Next Topmodel. Dan moesten de Barbies zeg maar het model zijn. En zo ben ik steeds meer mensen gaan fotograferen en steeds veel meer mensen ook. Dus daardoor is het gekomen dat je dit werk ging doen? Ja. Wat vind je nou zo leuk aan dit werk? Ik vind het heel leuk dat je een eigen beeld kan maken en je creativiteit erin kan gooien. Je bent heel vrij om eigenlijk wat je mooi vindt, om dat neer te zetten en daarin in te kiezen wat je wil maken. Ja, tof hoor. Waar worden die mooie foto's van jou dan voor gebruikt? Nu worden ze vooral gebruikt voor beginnende modellen, voor hun portfolio. En voor wat is dat portfolio? Dat is zeg maar een map waar alle foto's in staan van de modellen. Oké. Om te laten zien hoe goed ze zijn eigenlijk. Zijn er veel modellen die je dan moet gaan fotograferen? Het verschilt een beetje per shoot. Meestal heb ik er één, maar bijvoorbeeld laatst had ik een shoot met 5 modellen. Zo, dat zijn er veel. Ja, dat zijn er best wel veel. Dat is ook best lastig om ze dan allemaal mooi erop te krijgen. Zijn dat dan kindermodellen? En moeten die dan stilzitten of heen en weer lopen? Ik gebruik meestal meisjes van rond de 15 ongeveer. Maar je kan natuurlijk ook als kindmodel zijn. En ik laat ze wel bewegen, gewoon een beetje om te poseren. Maar ik laat ze niet echt heen en weer lopen. Daar zijn ze nog te jong voor. Nou, dat is meer voor op de catwalk, voor een modeshow. Oh. Heb je wel eens iets geks of iets spannends meegemaakt? En wat was dat dan? Niet iets heel geks of iets heel spannends. Maar wel gewoon dat mijn camera of mijn lamp ermee stopte. En dan, oh, weet je? Ja, was het even heel spannend. Maar uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Oh, gelukkig. En ging je dat zelf maken toen? Ja, meestal moet dat wel, ja. Kan je de kids thuis en mij eens laten zien hoe of je werkt, Maud? Ja, natuurlijk. Ga jij zitten en dan maak ik foto's van jou. Oh, tof zeg, kids. Ik ben vanmiddag een model. Nou, dan gaan we maar beginnen, hè? Ja. Super. Ja, heel mooi. Mag je een beetje boos kijken? Boos? Ja. Ja, wauw. Nou, dit wordt echt fantastisch, hoor. Ja, mooi. En als ik schrik, Maud, dan doe ik meestal dit. Wauw. Oh ja, dat vind ik ook echt heel goed. Wacht even hoor. Dan zeg ik wauw. Ja, nog één keertje. Wauw. Ja, helemaal goed. Nou, het staat erop. Nou, tof. Moet ik me nou weer gaan verkleden? Ja, doen we de volgende. Nou, dit is een tenue voor de winnende voetballers. Hij staat je supermooi. Oké. Mag je een beetje met je hoofd draaien? Naar die? Ja, super. Heel goed. Ja, dit is mooi. Ja, goed zo. Een beetje weer mij. Moet ik weer lachen? Ja, doe maar lachen. Dat is leuk. Die is hartstikke leuk. Oh jeetje. Hé hey Willem, jij bent toch mijn assistent? Ja, maar nu eventjes niet. Oh. Hij is nu van mij. Wat moet hij dan nu doen, Maud? Hij houdt het reflectiescherm vast. En wat is dat? Het is een heel groot scherm wat eigenlijk zorgt voor extra licht. En dan wordt de foto mooier. Veel mooier. Oké. Super. Hoe kom je aan dit mooie pakje? Die heb ik gekregen van de KNRM. Ook al op het Hollands Diep ben ik toen met hun gaan varen. Alleen ging het toen heel snel hoor. En toen viel ik helaas weer in het water. Oh nee. Ja, maar gelukkig was er een reddingswerker bij mij in de buurt. Ja, dat is wel handig. En die heeft me eruit gehaald. Die heeft me gered. Mag je nu je stoere reddingswerker gezicht trekken? Oh ja, dit is echt heel mooi. En wat zie je dan door dat fototoestel, Maud? Ik kan de foto's zien. Wil je wat zien? Ja. Kijk. Oh, tof zeg. En deze?
Wauw. En wat dacht je dan van deze? Ja, super. Ik denk dat we wel genoeg mooie hebben. Ja, ik denk het ook. Wat een gaaf beroep heb je, zeg Maud. Dankjewel. Wat ga je nou met die foto's van mij doen? Wat wil je ermee? Nou, zet ze anders maar op mijn Facebookpagina, hoor. Bedankt voor je gesprek en veel succes. En tot ziens, hè. Graag gedaan. Doei. Doei.